Frans Timmermans is behoorlijk op dreef als de grote leider op links, miljonairs moeten naar de financiële slachtbank, iedereen moet twee windmolens in de tuin en Schiphol mag alleen nog op zondag open. Bij wijze van spreken dan. Rick Nieman, de presentator van WNL op zondag, vindt het dan alleen wel vreemd dat hij zelf een frequent flyer is. Het stoort Rick dat Frans voor één dagje op en neer is gevlogen naar Malaga. Krijgt u niet heel veel gemor uit uw groenlinks achterban om voor één dagje op en neer te vliegen? Vliegen wordt toch echt, ook in uw eigen programma, trouwens behoorlijk in de ban gedaan. Vliegen mag niet, vliegen is slecht voor het milieu. Vanwege het doel van de reis is zo'n vliegreis verdedigbaar reis, vindt Frans. Nou, kijk, dit was wel echt een belangrijke ontmoeting, zegt hij over het congres van de linkse leiders. Nogmaals, onze samenlevingen staan allemaal onder druk en we moeten er allemaal voor zorgen dat we de boel bij elkaar houden. Rick reageert daar cynisch op, dat was dat beetje CO2 wel waard? Kamran Oela, hoofdredacteur van De Telegraaf, zet er ook een aantal vraagtekens bij. Ik heb altijd het idee dat u het internationale toneel mist. U was vorige week nog bij Olaf Scholz in Berlijn, nu weer in Malaga, terwijl u die mensen toch ook kunt bellen. Dan hoeft u toch niet op en neer te vliegen? Frans, maar je krijgt niet altijd al die mensen bij elkaar en dat was een uniek moment. De premier van Denemarken was er ook en de premier van Malta. Het is hypocriet, vindt Kamran. Kiezers zullen zeggen: Wij moeten minder vliegen. Lever zelfs een vakantie in, want het is zo slecht voor het milieu. En de leider van GroenLinks en PvdA vliegt gewoon op en neer. Frans praat eromheen: Veel van de bestaanszekerheid heeft te maken met inkomen. En kijk naar de plannen die wij presenteren. Niemand gaat er meer op vooruit dan bij ons. Heeft Frans tot slot nog een ander leuk nieuwtje? Ik ben de komende week niet meer van het beeldscherm te slaan.